De bureaus zijn nog leeg, maar vanaf 1 april zullen telefonisten in Turks en Arabisch vanuit dit kantoor gas en stroom gaan verkopen. Oro Energy maakt dan zijn entree op de Nederlandse energiemarkt. 1 april, dat klinkt als een grap. Dat is het gelukkig niet. Wij vinden het erg fijn als wij klanten, en dan in dit geval van bijvoorbeeld allochtone afkomst, ook in hun eigen taal, die ze vaak wat beter begrijpen, kunnen beantwoorden, hun vragen kunnen beantwoorden, een eventueel probleem wat men heeft, dat we dat ook uit kunnen leggen in hun eigen taal, zodat het ook weer wat begrijpelijker wordt. Waar Oro hoog inzet op een specifieke doelgroep, richten Atomstroom en Green Choice zich juist op het soort stroom om klanten aan zich te binden. Nou, je hebt en daarom zijn wij natuurlijk ook uiteindelijk opgericht. Je hebt een groot deel van de Nederlandse bevolking die vindt eigenlijk dat er in Nederland te weinig kernenergie is en dat we meer energie met kerncentrales zouden moeten opwekken. En door Atomstroom te kiezen kun je daar uiting aan geven. Wij zijn een energiebedrijf wat alleen gericht is op duurzame energie. Het is voor ons niet zozeer een product wat we verkopen, het is het bedrijfsdoel. Wij willen naar een duurzame energiehuishouding vanwege de maatschappelijke taak waarvoor we staan, het CO2-probleem en de afhankelijkheid van olie. Dat moet gewoon opgelost worden, die beide problemen, en dat is ons issue. De slag om klanten met prijsvechters en de grote energiereuzen zien de bedrijven met vertrouwen tegemoet. Maar per saldo een positief effect, de prijsvechters, zij schudden de markt wakker. Nee, ik zie Nuon en Essent helemaal niet als concurrenten. Ik zie ze meer als een reservoir van potentiële nieuwe klanten. En het is niet moeilijk om een beter aanbod te hebben dan Nuon, Essent of Eneco. Je bent eigenlijk per definitie, als je als nieuwkomer op de markt komt, ben je per definitie goedkoper. En als je klein bent, heb je ook gewoon meer aandacht voor je klant.